Vanavond een topper in eerste klasse, wat verwacht je ervan? 3-0. En wie gaat het erop moeten maken? Ik hoop de keeper. Vandaag ook een uitverkocht kuipje, dat is lang geleden, hè? Dat is heel lang geleden. Wij zijn vorig seizoen de finale match gaan komen zien. Dik feest en uitgekeken naar deze match. Hè. Wat verwacht je van de rest van het seizoen? Ik hoop wel in de eerste kolom te eindigen. Hè. Gaan maken. Wat? Het belangrijkste is hopen dat ze nog in eerste klas blijven, dat ze niet terug gaan. Dat zou ik wel heel tof vinden. Ja, ik denk een gelijk spel zou goed zijn vandaag. Meester Lot terug in eerste klas, dat is ook al een heel andere belevenis nu, hè? Ja, dat is een heel andere belevenis, dat is waar. We hebben de start niet gemist, dus we zullen wel goed komen. Wat durf je te verwachten voor dit seizoen? Wat? Just van boven in de rechterkolom, denk ik. Het ging een makkelijke match, maar dat wisten we voorhand, denk ik. Maar ik denk toch dat we blij mogen zijn met een punt. Langs de ene kant, ja, als je 2-0 voorkomt, is het misschien wel jammer dat je dat uit handen geeft. Maar ik denk wel dat ze beter waren dan ons. En laten we mogen blij zijn met het punt nog. Ik denk dat tegen iedere club die hier komt voetbal niet makkelijk is. Dus ja, wij proberen gewoon iedere wedstrijd het beste van onszelf te geven. En proberen de 3 punten hier te houden. Vandaag zat het er... In het begin een klein beetje in. Maar dan weet je dat die 2-1 valt en dat het toch nog moeilijk wordt. Maar wij hebben stand gehouden en ik denk dat het belangrijkste is. Ik denk dat de 2-1 heel snel viel. Ik denk rond de 50ste minuut. En dan weet je dat het heel moeilijk wordt. Omdat zij toch in de tweede helft met Suarez erbij nog wel extra druk naar voren legden. Maar oké. Okay. Ik denk dat we nu vooral gewoon tevreden zijn met het punt die we vandaag gehaald hebben. Ik denk het... Het percentage balbezit van Anderlecht was heel hoog in vergelijking met ons. Ook het aantal kansen in de eerste helft alleen al. Ik denk dat er al 3 of 4 in de eerste 5 minuten waren. 100% kansen. Oké, dan komt met een beetje geluk 1-0 voor. Mooie tweede goal. En dan hoop je eigenlijk de tweede helft te beginnen en zo lang mogelijk dat doelpuntje weg te houden. En uitzicht te houden op de overwinning. Nou, die goal kwam dan heel snel. Net wat... Besnik ook zei, een hele goede wissel gedaan, tactisch ook, dat wij toch in het begin een beetje moeite mee hadden. Later konden we dat wel weer de baas. Maar toevallig valt dan die goal, ja, dan weet je dat pompen of verzuipen is. Ja, en dan hebben wij gewoon een probleem, we hebben iets te weinig voetballend vermogen. Om dan zulke wedstrijden dood te maken eigenlijk. Bij ons is het vechten, knokken, goede organisatie, tweede ballen oppikken. Dan proberen vooruit te spelen. Maar wij kunnen gewoon die bal heel erg moeilijk vasthouden. En dat heb eigenlijk alle 4 de wedstrijden heb hetzelfde beeld getoond. Maar wij kunnen veel compenseren door met een groot hart te spelen. En dat hebben we vandaag ook gedaan. Dus ik ben eigenlijk heel erg blij voor de jongens dat we dat niet verloren hebben. Want we hebben het al een keer meegemaakt aan de andere kant. 2-0 achter en dan 2-3 winnen. En het zou heel erg bitter zijn geweest voor de jongens om dan 2-0 voor te staan en 3-2 te verliezen. Ik denk toch dat we mogen tevreden zijn wat we getoond hebben. Ik vind dat we toch een goede partij gespeeld hebben. We spelen toch tegen Anderlecht. Dat is toch niet voor te zeggen een gemakkelijke tegenstander. En ik denk dat we toch hun ook wel doen schuiven hebben. Wat wil ik daarmee zeggen is, op een bepaald moment spelen ze met 2 in de midden. En ze hebben toch moeten met 3 in de midden komen spelen om toch een beetje doorgang te vinden. En ik vind toch dat wel het verdienste is van het elftal. Dat ze niet door onze defensie geraakten. En dan natuurlijk kom je 2-0 voor. Ja, dan is fantastisch. En dan krijg je misschien iets te snel die 2-1. Waar dat je weet dat je het nog moeilijk zal krijgen. Dan natuurlijk een stomme fout waar de penalty komt. Ja, oké. Dan 2-2. Mogen we misschien wel tevreden mee zijn. Maar zo'n gevoel heb ik toch niet voor de momenten. Ja, wat was er precies gebeurd toen met de penalty? Ja, de bal werd redelijk diep gespeeld. En Dennis Praat kon die bal nog net binnenhouden met de sliding.
En die bal komt redelijk hard op mijn lichaam en hij gaat dan tegen mijn arm. En, ja, het gevolg ken je. We willen wel nog vol voor overwinning te gaan, maar ik denk dat op een bepaald moment door die zware veld ook, dat er veel regen valde. Dat de spelers hebben ook veel gegeven, dat we op een bepaald moment ook zijn maar gestopt om voor te gaan. En op laatste dan ontbracht die concentratie die, om die laatste pas ook beter uit te spelen. Maar Alexandra, hebben wij behalve een shot tweede helft van Gundogan hebben wij niks weggegeven. De organisatie stond daar. En zoals ik zei, ik kan mijn leven met die 2-2 op Wesselo na 0-2 on time. Ze brachten ze waren zin en als iemand met heel veel kwaliteit. En, ja, ze begonnen dwingender te voetballen, meer druk vooruit te zetten en daar hadden we het lastig mee. En we konden de bal niet meer in de ploeg houden. Ja, dan weet je dat je het heel moeilijk krijgt tegen dit Anderlecht. Volgende week tegen Standaard, gaan jullie daar kunnen stunten? Ja, we proberen dat. Die punten die we pakken tegen topploegen, dat zijn extra punten, dat zijn bonuspunten. Ja, we gaan denk ik voor een puntje naar daar. En als we meer pakken, des te beter. Als we verliezen, ja, dan zal het zo zijn. Maar ja, we moeten van het beste uitgaan en proberen daar een puntje te sprokkelen. We hebben een nieuwe moeilijke match, denk ik. Dus ja, we zullen zien. We gaan nu ons voorbereiden op die match hele week. En dan proberen een goed resultaat daar neer te zetten.